Conservation International Suriname, CI, en de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten, BHP, hebben gisteravond een Memorandum of Understanding getekend. Met de overeenkomst streven zij naar het gezamenlijk uitfaseren van de export van rondhout en het versterken van bosbeheer en bosmanagement. BHP-voorzitter Paul Abiteng haalde aan dat de vereniging niet meer wil dat bepaalde houtsoorten worden geëxporteerd. Dat zal in het vervolg in de contracten met de vereniging zijn opgenomen. Zo willen de houtproducenten niet dat Grofolo-hout wordt geëxporteerd. Omdat de prijzen van hout uit de pan vliegen en de mensen kunnen het niet betalen. En omdat Suriname nu in een bepaalde situatie zit, dat wij onze bijdrage moeten leveren als ondernemers om betaalbaar houtmateriaal, zeg maar, aan de man te brengen, zeggen wij die Grofolo moet niet meer geëxporteerd worden. If you go to my concessie, naar HKVP, meneer hoofdkapitein Souvenir, jullie contractor noma senalon to do that way. Anders is het contract breuk en je wordt voor het gerecht gesleept. We zijn bezig met onze eigen campagne. We gaan niet wachten op de overheid. Dat is één. Twee. Een bruinaardpaal, EBS heeft nu een tekort aan bruinaardpalen. Waardoor heel veel projecten ook in Mungo en andere streken van het land is er een tekort en die projecten zijn een beetje gestremd. En zo zeggen wij, bruinaardpalen moeten ook gelijk worden aan de ban. Direct de man tappen. If de man wan tappen, je kon nam af concessie per de bus kon remande. Je noem maar charas aan dat je exporteren moro. Ook legt hij uit dat de houtsoort Makadi niet meer wordt geëxporteerd. Abiteng zegt dat wij geen dieven van onze eigen portemonnee moeten zijn. CI-directeur John Goedschalk is ook geen voorstander van het exporteren van Surinaams hout. Zowel de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten als Conservation International vinden dat zij de overheid moeten overtuigen om de export van deze houtsoorten stop te zetten. Zoals de heer Abiteng zegt, wij moeten onze beleidsmakers overtuigen ervan dat het stoppen van rondhout geen verkeerde zet is voor ons als Suriname. En dat we niet bang zijn om die uitdaging aan te gaan om die verwerking mogelijk te maken. Natuurlijk moet het niet morgen gebeuren, want we zijn misschien niet klaar. Laten we met z'n allen een moment kiezen, een stip op de horizon, waar we zeggen, en dan is het voorbij. En dan is het voorbij. Geen rondhout meer. Waarom? Omdat wij die middelen nodig hebben om onszelf op te bouwen. Ja toch? Wij moeten onszelf ontwikkelen. En door 93% van de waarde weg te geven, kom je er niet. Goedschalk is blij met de samenwerking en heeft vertrouwen in de richting die zij opgaan als sector. Hij wijst erop dat als in Suriname op dezelfde manier wordt omgegaan met het bos, er geen toekomst zal zijn voor komende generaties. Hij wil dat Suriname zelf eindproducten maakt, zodat we hier zelf banen kunnen creëren en zelf kunnen verdienen aan onze hout.